Sam, van harte gefeliciteerd met je 45e verjaardag. Ik hoop dat je nog heel lang mag blijven bestaan. Het is inmiddels al bijna 25 jaar geleden dat ik mijn eerste reportage maakte voor Sam. Dat was bij de Lakota-Indianen in South Dakota. Ik ging daar naartoe met mijn dochter Raphaël, die was toen 10 jaar oud. Raphaël die deed de interviews en ik fotografeerde en zo zijn we daar 4 of 5 dagen geweest voor Sam. Nou, sedert die tijd heb ik nog reportages gemaakt in Mexico, in Panama, in Ecuador, maar vooral in de Verenigde Staten. Onder andere over de jongen die hier achter mij hangt, nog steeds, Lauren Greyhawk. Dat is een Indiaanse jongen uit New Mexico die vreselijk mooi en vreselijk goed kan dansen. Nou, ik ben nog steeds met hem bevriend en ook met zijn familie. Ik hoop dat Sam nog heel lang blijft bestaan. Want als opgroeiende jongeren in Nederland wil je tenslotte weten wat er zoal in de wereld te koop is.